Stijn, onze vrolijke vriend. Als er één iemand is die altijd met de glimlach op zich zit, ja, thuis. Dan is het Stijn. Die staat altijd met een glimlach op zijn gezicht. Ah, dat vinden, daar genieten we van. Dat vinden we altijd mooi. En hopelijk is hij ook echt. Dat je het ook echt leuk vindt om daar op het veld met ons te staan. En dan kom je het veld oplopen met die grijns. En dan ben je rustig. En dan ga je het balletje hoog houden. Ga je het overpasen met Robin. Hè? De eerste keer gingen jullie met z'n tweeën overpasen. Maar gisteren was Robin er dan niet. Dus dan ging je even alleen hoog houden. En dan staat Stijn op de zijkant. En dan bijvoorbeeld links buiten of rechts buiten. En dan krijgt hij de bal van zijn teamgenoot. Bijvoorbeeld Thijs of van Robin. Ja, en dan denk je, ja, dat rustige jongetje, die gaat gewoon heel rustig passeren of dribbelen. Daar komt toch een torpedo aan, jongen. Rennen! Zo snel, echt zo snel. Dat gooi jij zo uit je mouw. Je kan iedereen voorbij rennen. Echt waar. Ontzettend veel snelheid. Hij staat er ook op. Nou, en dan heb je, was dat vorige week? Tegen GRC? Nou, ik kan me nog een wedstrijd herinneren waarin je meespeelde en waarbij je bijna alle goals hebt gemaakt in die wedstrijd. Want een schot heb jij in die poten van je en een snelheid. Nou, dat rustige jongetje die verandert helemaal op die flank. Mooi zo. Nou, daarom willen we ook wel dat jij dat mooie papiertje straks gaat ondertekenen. Welkom. Dank je. Voor jou geldt ook, hè, weet je het zeker? Ja. Kijk eens. Daar eindje. Stijn, we zijn nog een kijk. Dat is nog goed keer. Zijn er volgens mij niemand vergeten?